Ik ben Bert Keizer, geboren en getogen Tesselaar. En wij telen hier asperges. We hebben een groot akkerbouwbedrijf met pootaardappelen, graan voor de brouwerij en graszaden. Maar asperges is bij ons toch ook wel een grote bedrijfstak geworden. Grond is zeer geschikt, alleen het oude Tessel. En dat zijn ook die ijstijdgronden. En die oude gronden die hebben we nodig voor de asperges. Asperges bij ons die zijn iets witter. We zijn altijd wat later door de kou. Nu hopen we dat we nou binnenkort toch wel weer met de oogst kunnen gaan beginnen. Nee. Die folie die is voor ons het allerbelangrijkste momenteel. Ja. Als we geen folie gebruiken, dan droogt de grond heel erg uit. Zwarte folie absorbeert de warmte, dan kunnen we de warmte erin doen. En als het een keer te warm wordt, dan gaan we de folie omdraaien. Dan komt de witte kant boven. En dan gaat die temperen. Kijk, hier staat een welkeurige asperges voor morgenochtend. Het zijn de eerste, dus het moet nog even op gang komen. Dat is één ding we zeker hebben. We zitten er gewoon op te wachten. Dus.